Nou, we hebben nu met deze toepassing hebben we de stof van blok 1 behandeld. Wat we hebben laten zien is een bewijstheorie, een bewijssysteem voor het afleiden van correctheidsspecificaties voor een simpele wildcard. En het tweede blok gaan we kijken hoe we kunnen redeneren over terminatie van programma's. Hier gaan we niet redeneren over terminatie, dat heet partiële correctheid. Als een programma niet termineert, ja, dan zeggen we, hoeven we niks te zeggen over die postconditie. En we eisen dus ook niet dat het programma termineert vanuit de begintoestand. Dat zullen we in het tweede blok behandelen. Ik geef nu even een voorbeeld van een deeltentamen, van het eerste deeltentamen over blok 1, het eerste blok. Om jullie een idee te geven van het soort opgaven. Maar überhaupt zijn het opgaven van die deeltentamen, als het goed is, komen die zo goed als overeen met de opgaven die tijdens het werkcollege behandeld zijn. Goed, dit is een gevalletje van een array assignment. Daar hebben we bij stilgestaan, want een array assignment modelleren we ook met een substitutie, maar dat is niet een domme substitutie die de linkerkant van een assignment vervangt door de rechterkant. Nee, we moeten een alias-analyse uitvoeren. En we hebben gezien hoe we dat door middel van een kleine uitbreiding van de notie van substitutie kunnen doen. Nou, dat ga ik hier nog even illustreren hoe dat werkt. In al zijn details. Zo. We willen laten zien dat als ik AI zet op AJ, dus ik ken aan het ID-element van A J de element toe, nou, dan zal na afloop natuurlijk AI gelijk moeten zijn aan AJ. En als het goed is, heb je daar geen conditie voor nodig. Ja, in de praktijk wel, eventueel, want je kunt hier een array out-of-bound exceptie hebben. Maar zoals gezegd, daar abstraheren we van. We gaan ervan uit dat deze array zijn overal gedefinieerd. Je kunt hem overal assigneren en je kunt hem willekeurig voor willekeurige index de waarde uitlezen. Dus, dit is het assignment axioma. Je hebt de assignment hier. Je hebt hier de postconditie. En wat was dan de preconditie? Nou, dat is de postconditie met daarop toegepast de assignment. Die heb ik hier even in het rood gezet. Dat is een ander ding dan dit ding. Want dit is een assignment en dit is een substitutie. Dit is een syntactische transformatie van deze assertie. Dit is een toestandsverandering. Dat zijn echt totaal verschillende werelden. En wat ik nu stap voor stap laat zien, is het resultaat van het toepassen van deze substitutie volgens de regels op deze postconditie. Nou, daar gaan we. Ik heb dat toen ook uitgelegd in termen van een parse tree. Die substitutie die kijkt naar de assertie wat die is op topniveau. En in dit geval zie je, dit is een gelijkheid. Nou, die gelijkheid, die verandert die natuurlijk niet. Een gelijkheid blijft een gelijkheid. En dat wil zeggen dus dat die substitutie, die moet je doorstoten naar de argumenten van de gelijkheid. Dus die moet je op AI toepassen en op AJ. Dat is de eerste stap. In de praktijk kun je dat allemaal wel overslaan. Maar ik wil even gewoon precies laten zien hoe je dit zou implementeren. Zo. Deze stappen volgen een implementatie. Wij kunnen in principe direct op het blote oog zien dat we deze substitutie hierop moeten toepassen. En daarom, als je dit gaat implementeren in termen van een of andere representatie van die assertie, bijvoorbeeld in termen van een parse tree, dan moet je gaan zoeken. En dan kijk je op topniveau nogmaals, gelijkheid, en dan moet je hem doorsluizen, doorstoten. Dus nu. Moet ik deze substitutie twee keer toepassen. Dus wat ziet die substitutie? Die ziet nou een expressie. En die gaat kijken, wat voor een expressie is het?
Nou, die ziet nou dat het een expressie is dat begint met een A. Dus weet hij, ah, dit is een re-element. En nou moet hij in actie komen, want nou weet hij, want hij weet van zichzelf natuurlijk ook, dat hij die AI verandert op AJ. Of dat hij dat moet modelleren. En dat hij moet rekenen met aliases. En wat is een alias? Nou, dat is het geval dat als... Misschien heb ik dat... Ja, dat heb ik hier direct kort gesloten. Want in principe moet je deze substitutie nog weer toepassen op die i. Je moet weer naar binnen. Want die i kan in principe ook weer een ingewikkelde expressie zijn. Ook weer met een a op kop. En dan moet je ook weer een alias-analyse doen. Maar die stap sla ik even over. Ik pas dus direct toe die alias-analyse. Ik moet checken of deze i gelijk is aan die i. Want dan weet ik dat het een alias is. Nou, dat is hier heel flauw natuurlijk, want i is gelijk aan i. Maar ik schrijf het gewoon uit. Als i is gelijk aan i, dan ja, is het een alias. Dan moet er een aj uitkomen. En anders komt er gewoon ai uit. En dat moet gelijk zijn. Nou, weer hetzelfde verhaal. Ik check of j gelijk is aan i. Dan komt er aj uit. En anders, ja, ook aj. Nou, een ingewikkeld ding. Wat... Een boel woorden is om simpel het volgende uit te drukken, dat aj gelijk is aan j. He, want kijk maar, als hier gelijk aan i, ja, i is gelijk aan i, dan komt hier aj uit. En ongeacht of j gelijk is aan i of ongelijk aan i, i is, komt er ook aj uit. Dus dit is eenvoudig, daarom heb ik hier, dit betekent per definitie, he, syntactische gelijkheid, maar dit is logische equivalentie. En ja, het is eenvoudig in te zien dat dit uiteindelijk te reduceren valt tot dit. En ja, dit is gewoon weer true. En dat wouden we afleiden. True impliceert dat. Oké. Maar, sorry, kun je nog eentje teruggaan? Want dit is dus om de correctheidsbewering bovenaan al dan af te leiden, dan volstaat het assignment axioma alleen niet. Nee. Want nee, we hebben dan dat we die if then else krijgen. Ja. En alleen met behulp van de consequence regel kun je dan dat naar true terugbrengen. Ja, dat zal altijd. Als je die assignment axioma toepast, dan kun je vaak, zoals je hier ziet, krijg je, en zeker in het geval van assignment aan array-elementen, ga je van die conditionele expressies genereren. En deze is nog eenvoudig, maar... Stel je voor dat hier nog weer een A staat, dan heb je dus geneste if then else. Nou, en zo'n geneste if then else, dat is heel lastig te passeren, ook voor ons in ieder geval conceptueel, om te begrijpen wat het is. En het beste is dan dat je maar helemaal plat slaat, dat je die genesting eruit slaat. En dat kan in principe, logisch kun je een willekeurige geneste if then else plat slaan. En dat helpt, hè? Want als je hiermee blijft zitten met deze preconditie, ja, dat is sowieso een hele lange riedel, wat gewoon te reduceren valt tot true. Maar dat is, dit zijn redenaties en dit zijn gewoon transformaties. En die twee dingen moet je wel uit op elkaar houden. Die substitutie, helaas is het geen smart substitutie. Hij is wel smart in de zin dat hij aliases weet te onderscheiden. Maar hij is niet zo smart dat hij gelijktijdig dit soort if-then-elsen wegslaat. Zou je kunnen doen, trouwens. Je zou hem smart kunnen maken als je gaat implementeren. Dat hij ook met een of andere simpele theorem prover of een rewriting herschrijfsysteem. Je kunt die if-then-else eenvoudig herschrijven met behulp van enkele basisregels. Ja, bijvoorbeeld je zou een basisregel kunnen introduceren. Hè? I is gelijk aan i. Dat kan je vervangen door true. Ja. En een if true kan je vervangen door then. Nou, dan krijg je al aj. Ja. En zo meer. Ja, zo zijn heb je allerlei simpele herschrijfregels waarmee je dit soort dingen kunt... Maar in het algemeen is het zo dat je kunt daar natuurlijk willekeurige aritmetische vergelijkingen hebben. En ja, die kun je niet allemaal automatisch oplossen. Nee. Dus je zult er altijd wel over moeten blijven redeneren. Ja. Of gebruik maken van een theorem prover die ook meer semantisch weet te redeneren. Oké, nou eens kijken of we deze nog kunnen doen. Deze ga ik wel een beetje snel doorheen.
Wat doet dit programmaatje? We hebben weer een upper bound en groter of gelijk een nul. En we hebben een tellertje, die zetten we op de nul. En zolang k nog niet de upper bound bereikt heeft, zetten we op k de element van a, zetten we n min k van b. Dus wat je eigenlijk doet, is de array b omkeren. Ja, in plaats van de waarde van 0 tot en met de waarde van b van 0 tot en met n, komen een omgekeerde volgorde in a. En dat wordt uitgedrukt door deze postconditie. Ja, voor willekeurige waarden vanaf 0 tot en met n geldt dat het ieder element van a is n min i van b. Dus dat is een simpele manier om een array, de waarde in een array om te keren. Nou, dat willen we vervolgens bewijzen. Dus we willen bewijzen dat dit simpele while statement inderdaad dit effect heeft. Dus dan moeten we een invariant verzinnen. Nou, hier geldt weer de heuristiek. Het is weer een simpel programmaatje, een array processing programmaatje, lineair, waarmee je een tellertje hebt en dat loopt door die array heen en dat doet wat. Nou, een eerste poging om te komen tot de invariant is meestal altijd eerst kijken naar de pre- en postconditie. Maar het is evident dat beide geen kandidaat zijn voor invariant. Want dit geldt natuurlijk niet aan het begin van de loop, dat de zaak al omgekeerd is. Maar een heuristiek is, hier is de upper bound in de postconditie, die domweg vervangen door k. Nou, dat doen we dan. Dus we krijgen, ja, soms moet je ook nog even hangen ze met de grenzen. Is het k of k min 1? Dan moet je even uitpuzzelen. Blijkbaar is het k min 1. Dat zie ik nou ook niet, 1, 2, 3. Waarom het hier k min 1 is en niet k? Omdat while k kleiner dan of gelijk aan m is. Ja. Dus dan weet je dat na de loop moet k gelijk zijn aan m plus 1. Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar dat zijn weer typisch van die kleine... Of by one, hè? Ja, ja, of by ja, one ja, ja, ja. Dingen. Ja. Oké, dus in principe gewoon het tellertje upper bound vervangen door de teller. In dit geval k min 1, want dat hangt dus, wat Hans zei, dat hangt dus van je boolean guard af. En dan zeggen we dus dat alles al in zekere zin beginstuk al de omgekeerde versie is van het eindstuk van b. Dat staat hier grofweg. En we nemen mee dat k kleiner of gelijk aan m plus 1 is. He, want inderdaad, wat Hans net zei, na afloop weten we dan dat k groter dan n is. We weten dat k gelijk is aan n plus 1, kleiner of gelijk aan n plus 1. Dus we weten dat k n plus 1 is. Dus we weten dat dit geldt. He, want dan kunnen we voor k n plus 1 substitueren en dan krijgen we gewoon n. Dus dat nemen we als dan invariant is. Dan moeten we dat laten zien. We moeten laten zien dat het aan het begin geldt. Dus dan vervangen we hier k naar 0. Nou, dat zul je ook heel vaak zien. Dit is een universele kwantificatie of een leeg domein. Er zijn geen i's vanaf 0 tot en min 1. Nou, hier kan je van alles zetten. Hier kan je zelf false neerzetten, want dit is altijd waar. Er is geen i die dit onwaar kan maken tussen 0 en min 1. En daarom is dat die universele bewering dus altijd waar. Maar is er trouwens hier niet ook nog een ambiguïteit? Is het zo dat die voor alle i over de hele zin heen reikt? Of alleen over het gedeelte a, i is gelijk aan b? Ja, dat is hier ambigu inderdaad. Maar want als hij leeg is, dan zeggen we dus ook niet 0 kleiner dan gelijk a n plus 1. Als die binnen die vooral staan. Ja, maar hier, volgens mij maakt het toch niet uit hoor. Want hier komt die i helemaal niet in voor. Nee, maar... Hier komt die i niet voor. Dus deze, of die i nou ook hierover gaat. Ja, want dan is hij leeg. En dus is dat dan... dus dan heb je die... Ja, maar dit is sowieso altijd leeg. Dus, dus daar zie ik niet het probleem. Je hebt het gelijk dat het ambigu is. Is die kwantificatie, loopt die over de hele formule of alleen over dit? Maar omdat hier niet die i niet in voorkomt, kun je dat in beide gevallen gewoon lezen. Is dat equivalent met van alle dit en dat? Dus dat maakt niet uit. Okay. Dus nu
ga ik checken of inderdaad, hè, ga ik er even vanuit dat ik al bewezen heb dat dit een invariant is. Dan kijk ik of inderdaad de postconditie van de while statement inderdaad dit impliceert, de gewenste postconditie. Nou, dat heb ik net beredeneerd, hè, want we weten dan k kleiner of gelijk aan n plus 1. En het is niet zo, en k is groter dan n, dus k is n plus 1. Dus dan krijgen we inderdaad de gewenste postconditie eruit. Resteert dit te bewijzen als invariant. Dus we zetten hem weer klaar als postconditie van de body van de loop. Dit is een simpel assignment, dus we vangen k door k plus 1. Even kijken, wat gaan we nu doen? Ja, oké, dit weten we al, natuurlijk k plus 1 min 1, dat is natuurlijk gewoon k. En k plus 1 kleiner of gelijk aan n plus 1, dat kunnen we al sowieso vervangen door k kleiner of gelijk aan n. Maar hier zit nog een ander dingetje in, want we krijgen zo meteen, moeten we deze substitutie toepassen, hè? Die behoort bij deze assignment. En als je die nou over deze hele kwantificatie doet, dan moeten we hem dus overal, voor elke i van 0 tot en met k, moeten we dus testen of een Elias test doen. Maar dan is het handiger om dat, deze kwantificatie te splitsen in de gedeelte van tot en met k min 1 en apart te zeggen, hè, want als dit geldt voor elke i, a, i is b en min i, dan geldt het ook voor k, maar die haal ik er dan uit en kijk a, k is b en min k en dan heb ik hier apart neergezet voor alle i van 0 tot en met k min 1. Waarom doe ik dat? Omdat als ik zo meteen die substitutie toepas, hier bij deze assignment behoor, en ik pas ik hierop toe, dan weet ik, dan moet ik dus testen of i gelijk is aan k. He, want als i gelijk is aan k, dan moet er b en min k uitkomen. Maar ik weet al, deze i, die loopt juist van 0 tot k min 1. Dus dan kan ik al beredeneren dat als ik die substitutie hierop toepas, dat er dus nooit b en min k uitkomen kan komen, alleen ai. En deze verandert niet, deze term. Dus deze hele bewering van alle i 0 tot en met k min 1, ai is b en min i, wordt eigenlijk dus niet aangetast, niet veranderd door die toepassing van die substitutie. Maar deze natuurlijk wel, maar dat is direct, hè, want je, op een gegeven moment hoef je dat niet allemaal uit te spellen van k is gelijk, als k gelijk is aan k dan dit. Nee, dan je kunt nou, als je deze substitutie hier, behoren met deze assignment hier toepast, ja dan weet je gewoon k is gelijk aan k, dus dan moet er b en min k uitkomen. Dus dat is een klein trucje in dit geval, dat je deze universele kwantificatie ook opsplitst ervoor zorgt dat wat je zegt over het kaderelement apart komt. En dat vergemakkelijkt de toepassing van die substitutie. Die heb ik hier nou wel helemaal uitgeschreven, hè, om te laten zien wat een reductie oplevert. Hè. Want hier zeg je nou, hè, als ik dus die substitutie toepas op deze term, dan krijg ik dus deze conditionele expressie. Dan moet ik testen. Is i gelijk aan k, dan wordt het dus die term, en anders is het gewoon bn min i. Ja? En ak is bn min k, ja, dan krijg je gewoon deze expressie. If k is gelijk aan k, dan dit, en anders dat. Nou, deze is natuurlijk nog eenvoudiger, want k is natuurlijk gelijk aan k, dus dan krijg ik er gewoon uit, deze conditionele expressie is gelijk aan bn min k. Maar deze, ja, kunnen we ook eenvoudig, meer semantisch beredeneren, kunnen we vereenvoudigen. Want ja, i kan niet gelijk aan k zijn, want i loopt van 0 tot k min 1. Met andere woorden, i is ongelijk aan k, dus moet er ai uitkomen. Dus dat kunnen we dan uiteindelijk vereenvoudigen. Deze twee conditionele expressies verdwijnen als sneeuw voor de zon. We krijgen nu eruit dat voor elke i van 0 tot met k min 1 geldt, dus ai is bn min i. We weten dat k, hè, had ik al gezegd, k is kleiner of gelijk aan n. En ja, het feit dat b en min k gelijk is aan b en min k, dat hoeven we natuurlijk niet mee te nemen, dat geldt sowieso. Dus we krijgen deze bewering, en dat is precies de bewering als je de loop ingaat, hè, want dat is deze invariant plus het feit dat k kleiner of gelijk aan n is.
Oké, dat was een bewijs, even snel doorgevoerd. Het lijkt ingewikkeld, omdat het, ja, het is natuurlijk een, nogal een brei van symbolen, maar de kwestie is hoofd koel houden en ja, af en toe even nadenken over, zeker als je zo'n assignment aan een array-element hebt en je hebt een of andere universele bewering over allerlei array-elementen, om dat een beetje op te splitsen, zodanig dat je niet overal die Elias 1-analyse op hoeft toe te passen. Of in ieder geval dat het heel eenvoudig te reduceren valt. Dat is een ja, gevalletje van gevalsonderscheid. Oké, nou dat, dat was het dan. En dan gaan we de volgende keer de stof behandelen van hoe we kunnen redeneren over terminatie van programma's. Oké.